Als je zoals ik decennia lang reportages hebt gemaakt, komt er een moment waarop je de fakkel moet overdragen aan een nieuwe generatie jonge reporters. En ja, ze zijn jong en onervaren. Maar zelf voel ik me ook nog een twintiger. En dat zie je van buiten. Ja, dankjewel. In montage kan er nog heel wat veranderen aan een reportage. En dat gebeurt in wat wij meestal in het vakjargon de montagekamer noemen. Oh, ik ben al in de montagekamer. Jij daar, meisje, laat eens even zien waar je mee bezig bent. De eerste keer dat gebeurde, dat was echt heel erg. Ja, ik ben door zelfs mijn werk door kwijtgespeld. Maar een man is dan in de drugs gedoken. Die heeft een ander onder de nek geslagen en mij in de steek gelaten. En... Ja, dat maakt het toch allemaal wel een beetje lang, natuurlijk. Hè. Ik zou dat er afknippen. Dus de tuilen weg? Nee, de uitleg ervoor. Hier zie je een reporter in opleiding het beste van zichzelf geven om een ongetwijfeld boeiend verhaal uit een getuige te krijgen. Zo, jongen, je bent goed bezig, zie ik. Leg hem maar eens flink op de rooster. Je hebt duidelijk potentieel. Ja, dank u wel, Paul. Heel belangrijk is natuurlijk ook de onderwerpkeuze. Zo, jongen, waarover gaat jouw reportage? Insomnia. Insomnia, een reisreportage. En in welke streek van Insomnia heb jij precies gefilmd? Insomnia, slapeloosheid. Oh, dat soort insomnia. Oké, wel, laat eens zien wat je ervan terechtgebracht hebt. Het is iedere avond hetzelfde ritueel. Ik ga naar bed met een boek. Ik tel schapen. En 3 uur later lig ik nog wakker. Nee. Flauw. Veel te lang. Ik zou de essentie comprimeren, zodanig dat het verhaal boeiender wordt. Zo, kijk. Voilà, kijk nu goed. Het is iedere avond hetzelfde ritueel. Ik ga naar bed. Met schapen. Ja, maar dat gaat toch niet meer over slapeloosheid? Nee, natuurlijk niet. Want die vrouw heeft bestiale neigingen. Dat was toch van in het begin duidelijk?